Wereld Autisme Dag is gisteren wereldwijd herdacht. Autisme is een aangeboren stoornis in de hersenen. Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken en voelen, wordt op een andere manier verwerkt. Hierdoor kost het veel moeite om te begrijpen wat er gebeurt of bedoeld wordt. Daardoor gedragen mensen met autisme zich anders en worden ze vaak niet begrepen. Het heeft op iemands leven en diens omgeving. Er wordt gesproken van autisme spectrumstoornis, ASS, om aan te geven dat autisme bij iedereen anders is. Autisme Suriname is een werkarm van Rotary Suriname, heeft twee kinderen gevolgd die leven met autisme. Sommige mensen met autisme zijn bijvoorbeeld heel erg in zichzelf gekeerd en zoeken weinig contact met anderen, terwijl anderen juist heel erg actief op zoek gaan naar contact. Maar dan op een manier die bij anderen wat ongebruikelijk overkomt of zelfs vreemd. Alles wat mensen met autisme horen, zien en ruiken, wordt op een andere manier verwerkt. Ze nemen de wereld in losse deeltjes waar en hebben moeite om een samenhangend geheel te zien. Het kost een autist daarom veel tijd en moeite om te begrijpen wat er gebeurt of wordt bedoeld. Veel mensen met autisme zijn daarom ook overgevoelig voor prikkels, bijvoorbeeld voor geluid of fysieke aanraking. Omgevingsgeluid kan klinken als een reeks van meerdere pagara's. En een lieve aanraking voelt aan als een hamerslag. De symptomen van autisme kunnen al op zeer jonge leeftijd worden herkend. Weinig interactie of interesse in anderen, nauwelijks ook contact, en een trage taalontwikkeling zouden tekenen kunnen zijn van een vorm van autisme. Dat was ook het geval bij de 8-jarige Gabrielle. Op het eerste gezicht zie je niet dat Gabrielle autistisch is. Ze lijkt prima mee te gaan met de groep en past zich redelijk snel aan veranderde situaties. Toch, als je beter kijkt, zie je dat ze moeite heeft met het bevatten van eenvoudige begrippen en het leggen van sociale contacten doet zij op haar eigen manier. Onderzoek wijst uit dat autisme vaker voorkomt bij jongens dan bij meisjes, maar liefst 4 keer zo vaak. Ondanks het feit dat het om dezelfde hersenaandoening gaat, vertonen jongens en meisjes met autisme verschillend gedrag. Dit kan worden verklaard doordat meisjes heel goed in staat zijn sociaal gedrag, met name dat van de moeder, te imiteren. Mensen met autisme kunnen niet goed tegen veranderingen en verzetten zich ertegen. Meisjes met autisme kunnen daar in het algemeen beter mee omgaan dan jongens. Ook hebben autisten grote behoefte aan orde en regelmaat. Voor hun geldt, afspraak is afspraak. Mensen met autisme hebben oog voor detail. Ze kunnen goed, planmatig en stapsgewijs werken en zijn over het algemeen goed in staat onverstoord door te werken. Tot zover enkele fragmenten van een filmpje over het leven van Gabrielle en Matthew, die leven met autisme. Gisteren was het Wereld Autisme Dag.